Een hele goede avond. Welkom bij TV Apeldoorn. En het is nat buiten. En dat op 14 februari. De dag... van de liefde. Van de liefde. En 05FM die is tegenwoordig ook op maandag op de radio te horen. En hoe beter kan je die actie beginnen dan door rozen te gaan uitdelen op de dag van de liefde. Goedenavond. Dag, wij zijn van Radio en TV Apeldoorn en we hebben een roos voor u. Als u Jos Verbraken bent, dan... Ja, dat ben ik, ja. Ik heb hier een roos voor Jos. Nou, hartstikke fijn. Heeft u, uw vrouw staat erbij. Stel dat hij nou niet van uw vrouw komt. Nou, dat kan alleen maar van mijn vrouw zijn. Ja? Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, er zit een kaartje bij. Lees hem even voor. Nou, en dan zullen we zien of u van uw vrouw is. Ja. Oh, nou, dan mag ik wel mijn bril bij... Ik kan het volgens mij echt niet lezen. Nou, lees jij het eens even voor. Zal ik hem voorlezen? Want ik heb mijn leesbril nodig. Zo oud ben ik al. Ik ben al 27 jaar samen met je en je bent nog steeds mijn Valentijn. Afzender Monique. Nou als dat Monique is... Nou, ja. Dat heb ik wel. Ja, dankjewel, schat. Nou, hartstikke leuk. Nou, fantastisch. En jullie zijn dus al 27 jaar samen. Nog steeds even gelukkig als toen? Ik denk nog gelukkig. Kijk. Doet u normaal gesproken ook aan Valentijnsdag? Geeft u elkaar iets dan? Of? Ik ben het in die 27 jaar één keer vergeten. En dat zal ik nooit weer vergeten. En ik heb er, voor de rest heb ik er altijd aan gedacht. Ja. Want wat waren de gevolgen die ene keer? Nou, ze was gewoon lichtelijk chagrijnig. Ja. Maar goed, vandaag dus niet vergeten? Nee, ik ben haar niet vergeten en zij is mij ook niet vergeten. Wat heeft u er gegeven? Ik heb haar een bos rozen gegeven en ik heb haar een kookboek gegeven en plantjes voor in de tuin die ik ook al in de tuin had gezet. Dus ja, ik vond dat ik mezelf wel aardig had uitgesloofd eigenlijk. Ja, hartstikke goed. Ja. Nou, geniet nog even van de avond en nou, veel plezier nog samen. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk. Veel succes. Dankjewel. Tot ziens. Doeg. Dag. We staan hier nu bij winkelcentrum De Meen. En de vriendin van Michiel, die woont in Venray. Maar ze heeft toch een roos gestuurd via ons programma. Maar nu is het zo dat Michiel zelf rozen aan het rondbrengen is op dit moment. En we hebben hem hierheen gelokt met dat hij hier op iemand moet wachten die, hier, die hij een roos moet geven. Maar natuurlijk komt er helemaal niemand. Want ik sta hier om hem deze roos te overhandigen. Het wachten is nu alleen nog op Michiel. Ik sta hier bij het hoofdveld van AGLVV, want ook daar is voor iemand een roos besteld. En ze zijn nu bezig met opwarmen, want er is zometeen een vriendschappelijke wedstrijd. Dus we gaan Bas, zo heet hij, gaan we overvallen en daar heb ik een megafoon voor en we gaan hem gewoon van het voetbalveld afsleuren. Ja, doe maar. Hoe is dat dan? Mag ik heel even jullie aandacht? Ik wil graag Bas van Hunnestein hier hebben. Ja. Volgens mij hadden ze het wel aardig door voor wie het was. Hoi. Hoi. Wij zijn van Radio Apeldoorn. Ja. En nou, iedereen had erdoor dat die roos voor jou was. Ja. Hij is ook voor jou. Weet je van wie die is? Ja, ik denk van Kimberly. Nou, ga zelf maar kijken dan. Er zit een kaartje op en misschien wil je hem even voorlezen. Ja, natuurlijk. Omdat ik veel met hem kan lachen of veel serieus kan zijn. En dat ik heel erg mezelf kan zijn bij hem. Dus daarom verdient hij gewoon iets. Van Kimberly. Nou, dat vind ik heel leuk. Is Kimberly er ook? Of, Nee, Kimberly is er niet. Die zit in de studio office zelf ook roze aan het bezorgen. Maar wil je nog iets tegen haar zeggen? Ja, hartstikke bedankt en ik hou heel veel van je. Wat hebben jullie al lang? Ja, 5,5 maand bijna denk ik. Dus. En wat vind jij zo speciaal aan Kimberly? Ja, gewoon ik kan heel erg mezelf bij haar zijn. En ze is gewoon heel leuk meisje. Dus ja, vind ik leuk. Heb je haar ook al iets gegeven voor Valentijn? Ja, een kaartje en een doos chocolaatjes. Dus, altijd goed. Dat is wel heel leuk. Oké, nou succes nog met de training en dank je voor je tijd. Hallo Michiel. Helemaal niet. Ik heb hier een roos. Oh. Ik heb hem niet over, dan is het wel. Oh? Ja. Zullen we
Ja, moet ik je microfoon even vasthouden? Ja, graag. Dat is ook mijn tv, eerste tv momentje. Kun je deze dan ook even vasthouden? Die kan ik vasthouden voor je. Moet je nu zeker de kaart gaan? Ja, dat zou fijn zijn. En lees maar voor, het zijn kleine lettertjes. De leukste presentatrice van 055 FM. Afzender Sander. Nou, dat is, wie is Sander? Dat is mijn huisgenoot. Nou, wat mooi. Ja, ik had het niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Nou, is het prima. Dan geef ik jou de microfoon weer, want jij bent hier de presentatrice, ik niet. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Kunnen we dan ook even een roze wissel weer houden? Oh. Ja, zo. Want ja, jij bent hier eigenlijk naartoe gekomen om dus een roos aan iemand te geven. Ja. Maar dat loopt nu dus iets anders dan ik had verwacht. Maar ja, ik heb hier ook een roos voor jou namelijk. Dat meen je niet. Ja. Heb je vermoeden van wie het is? Nou, ik heb een heel lief vriendinnetje. Maar ik hoop dat die dan van haar is. Anders dan wordt het weer zo'n lastig verhaal. Nou, dan gaan we weer even een rozenwissel houden. Ja. Dan kan jij je eigen rozen ook even bekijken. Kijk, want ik dacht dus dat ik jou erin had geluisterd. Ja, en ik luister jou er dus in. God, wat gemeen allemaal. Nee hoor. Oh, nee, ik heb weer dezelfde roos als jij. Ja, we moeten weer een rozenwissel houden. Want hier staat jouw naam op. Oh, oké. Ja, nee, dan krijg jij deze. Ja. Zou je het kaartje even voor willen lezen? Dat zou ik op zich willen doen. Ik geef Michiel een kusje, of 10, omdat ik zoveel van hem hou. Van mijn lieve vriendinnetje Stephanie. Wat lief. Ja. En hoe komt het nou dat zij via dit programma jou een roos stuurt? Ja, wij waren 055 aan het presenteren en we hadden het over de rozenactie. En zij was aan het luisteren en blijkbaar dacht zij van, ik vind Michiel aardig genoeg om hem een roos te gunnen. En waarom kan ze dat niet zelf geven op deze dag? Nou ja, dat is, kijk, wij hebben een hele mooie, leuke relatie. Maar het lastige is dat zij in Limburg woont en ik in Apeldoorn. Dus wij kunnen elkaar weinig zien. En dat is lastig, als we bij elkaar zijn is dat extra fijn. Maar ja, dan vind ik dit heel mooi. Ja, ik heb nog één roos over en die is voor Martin Burgers. Nou, dat moeten ze toch gehoord hebben. Kijk. Hallo? Hallo. Dag meneer Burgers. Dag. Dag, we hebben een roos. Mag de deur ook even open? Oh, of is dat heel vervelend? Een momentje hoor. Hij is zo gelomp. Zo, dag Martin Burgers. Dag. We hebben een roos, want 055 WM, je weet het, gaat vanaf nu maandag uitzenden ook. Ja, dat klopt. Er is een roos voor jou aangevraagd, zeg maar, om die bij jou te bezorgen. Heb je enig idee van wie die dan afkomt? Nee, dat zou ik niet weten. Nee, ik ben wel vereerd. Ja, ik heb natuurlijk ook op de website gezien en ik weet van de actie. Maar wie mij daarmee verrast, dat zou ik echt niet weten. Nou, daar zit er maar één ding op. Ik geef jou de roos dus in een kaartje bij en lees hem even voor. Dan weet je meteen van wie die komt. Oké. Okay. Dat is nog een hele mooie ook. Ja. Maar ja, die komt natuurlijk van die bekende bloemist hier uit het ding. Even kijken hoor. Voor je inzet tijdens de licentieverlenging. Je hebt ons er doorheen gesleept. Dank. Afzender alle vrijwilligers van de Loa. Kippenvel. Dankjewel. Wat leuk. Ja. Ja. Maar even iets heel anders, want het is natuurlijk Valentijnsdag vandaag. Je bent gewoon getrouwd. Doe jij nog iets normaal gesproken aan Valentijnsdag? Want ik had verwacht dat je zou zeggen, nou, die komt van je vrouw. Ja. Beetje jammer dit. Nee, wij hebben zojuist ook iets roods op tafel staan, maar dat is een fles wijn. Want ik ben laat uit mijn werk en we gaan net aan tafel. Dus we gaan zo eten met een goed glas rode wijn. En we hebben vanmorgen elkaar een echte Valentijnsknuffel gegeven, dus dat kan niet meer misstaan, toch? Ja. We zijn weer terug bij de omroep en iedereen is ook weer terug. Volgens mij een geslaagde actie. Volgens mij ook. Ja, dat dacht ik wel. Heel Apeldoorn heeft een roos gehad. Nou ja, bijna heel Apeldoorn. Ik ook. Ja, jij ook. Ik ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!